Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is het voor inwoners van Zuidwest-Friesland straks gemakkelijker om bomen te kappen. Om dit niet ten koste te laten gaan van waardevolle bomen binnen onze gemeente, heeft het college een bomenbeleidsplan opgesteld met een bomenregister met daarin 2400 waardevolle bomen. Eerder dit jaar zijn inwoners van de gemeente Zuidwest-Friesland gevraagd om bomen te nomineren voor het nieuwe bomenregister. Van alle nominaties zijn ongeveer 700 bomen toegevoegd aan het register. Alleen voor het kappen van de bomen die in het register zijn vermeld, moet nog een vergunning worden aangevraagd. De overige bomen worden vrijgegeven, met uitzondering van de bomen in zogenaamde groenclusters, zoals parken en bossen. Het hoofdstuk over de komst van de stoomtrein van Sneek naar tevoren kan nog niet afgesloten worden. Er zijn namelijk nog mogelijkheden om dit te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek wat de gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie Friesland hebben laten doen. Een onderzoeksbureau uit Waalwijk heeft zich het afgelopen half jaar verdiept in de geschiedenis en de toeristische potentie van het stoomtreinconcept. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de conclusie tweeledig is. Zelfstandige exploitatie zonder hulp van de overheid is niet mogelijk. Een alternatief is om de stoomtrein te integreren in de dienstregeling van Arriva. De gemeente en provincie hebben het rapport voor kennisgeving aangenomen. De Blauwe Vermeersvlakt in Sneek gaat op 24 november tegen de vlakte. Woningstichting Accolade heeft vorig jaar besloten de flat af te breken. De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Het hele flatgebouw is onlangs gestript en de ramen zijn er ook al uit. Op 24 november om half twee 's middags zal het gebouw met hydraulische cilinders worden gesloopt. S'ochtends vanaf 8 uur zullen de Janko -Douma straat en de Sufride straat worden afgezet. De eerdere bewoners van de flat hebben allemaal een andere woonruimte gevonden, hoewel dat voor langere tijd onzeker was. Het amusementsorkest Andante uit Boswat heeft haar 100-jarig jubileum mogen vieren. Op 10 november werd het jubileum gevierd met een concert. Onder leiding van Nienke Jaarsma is er een gevarieerd programma te gebracht. Ook werden er nummers gespeeld met het Boswaters chanticoor Skommind Wieed. Andante is in 1912 ontstaan uit twee violen en een cello. In de loop der tijd is het uitgegroeid tot een muzieksgezelschap dat vaak uitnodigingen ontving om bij feestelijke gebeurtenissen op te treden. Andante omschrijft zichzelf als een orkest waar plezier in spelen voorop staat en waar het er genoegen is om met elkaar muziek te maken.